Van alle provincies die Nederland rijk is, neemt Zeeland een beetje een bijzondere plaats in. Ook het verkeerstoezicht van de politie is er anders dan op de meeste andere plaatsen in het land. Dat komt onder andere doordat de Zeelandse verkeerspolitie ook de taken op de autosnelweg op zich neemt, waar dat in de rest van het land meestal gedaan wordt door de dienst verkeerspolitie van het KLPD uit Driebergen. Het dakraampje staat open. Ja, want anders is hier straks het dakraampje bij. Goedendag. Goedendag, mijn venster is open. Wat hebben we gezien? Ik heb schon zu meiner Frau gesagt, zum Glück ist es nicht weggeflogen. Nee. Sonst hätten wir mit dem Schirm heute Nacht da gesessen. Ja, ja. Bij onze praatpaal hebben we deze keer maar eens een typisch provinciale vraag neergelegd. Stel, u bent agent bij de verkeerspolitie in Zeeland. Wat pakt u als eerste aan? Het veel te hard rijden en met name op de lokale wegen. Nou, dan zou ik aanpakken door het rode licht te rijden. Niet zo Piet Luttigheid op de A58 van Bergen op Zoon naar Middelburg. Zeker s'avonds laat niet. Gewoon wat harder rijden. Ik woon zelf in Zeeuws-Vlaanderen, midden in de polder. En het autoverkeer wenst mij dagelijks de sloot in te rijden. Ik ben woest. De fietsers die over de stoep fietsen. En daar fietsen waar ze eigenlijk helemaal niet mogen fietsen. En verder, ja. Wat zou verder aanpakken? Misschien weet u het. Niet alleen bij de Nederlanders is Zeeland een geliefd vakantiegebied. Ook onze oosterburen weten de weg naar het Zeeuwse goed te vinden. Het bijzondere wegennet van de provincie stelt hoge eisen aan de verkeersveiligheid. Korpschef Goudswaard weet als geen ander waar het bij het verkeerstoezicht in zijn provincie om draait. Waarin is de verkeerspolitie Zeeland nou anders dan, laten we zeggen, de onderdelen die met verkeer bezig zijn bij andere regio's? Nou, wat we hier gedaan hebben is het verkeershandhavingsteam. Handhavingsteam, dat hebben we eigenlijk geïntegreerd in de Zeeuwse verkeerspolitie. Dus dat betekent dat de Zeeuwse verkeerspolitie niet alleen maar bezig is met de helmgrasfeiten. Hè, dus het dragen van de helm, de gordel, alcohol, snelheid. Maar dat ze ook zich bezighouden met verkeershandhaving en verkeersongevalafhandeling in het algemeen. Het takenpakket van de Zeeuwse verkeerspolitie is dus breder dan bij de overige verkeershandhavingsteams. En voor sommige bestuurders is dat even wennen. Ja hoor, nog een keer. Een mooie neus. Ja, twee keer is gewoon scheepsrecht. Dat is ook weer typisch Zeeuws. Daar is twee keer scheepsrecht, bij ons gewoon drie keer. De zunigers. Ja, prima. Met de Kraling, verkeerspolitie Zeeland. Ja. De volgende valt nu natuurlijk twee keer over een rijdingsvlak in de rij. Twee keer? Ja, de eerste keer. Ik snap er helemaal niks van hoe het daar zit. Ik zocht de weg naar Arnhemuiden. Ja. Maar ik ga altijd vandaar naar Vlissingen en nooit naar Arnhemuiden. Dus ik was gewoon in. Ik snap het niet hoe het. Ik wist eigenlijk hoe ik moest. Nee, maar goed, dan wist u vervolgens wel op punten waar u echt niet overheen maar kunt rijden. Dat kunt u zelf ook duidelijk zien. Het is staat er een mooie door. Sorry, ik heb het niet. In de gaten gehad. Ja, ik merk, u bent echt inderdaad zoeken. Alleen, ja, het is toch de bedoeling dat u wel oog op de weg houdt. Want u bent ja, met totaal andere ik. Dingen. Ja, maar goed, het stopbordje ziet u ook van de auto. Nou, van de auto niet. Dat zag zij. Ja, maar dat is wel de bedoeling dat u dat ziet. Want u moet met het verkeer bezig zijn. Ja, zij zit niet achter het stuur. Hoe groot is die club eigenlijk, die verkeerspolitie Zeeland? Het is een onderdeel wat uit 38 mensen bestaat. En dan is dat onderverdeeld in zeg maar, executieve politiemensen in de rang van agent, hoofdagent, brigadier. Dat zijn de mensen die het volledige takenpakket van de verkeerspolitie uitvoeren. En we hebben nog een beperkt aantal mensen die zich met name met de speerpunten, de zogenaamde helmgrasfeiten, nadrukkelijk bezighouden. Waarom is daar dan zo'n grote club voor nodig? Nou ja, dat zie je eigenlijk al als je Zeeland binnenrijdt via de A58. Dat is eigenlijk de enige autosnelweg die we in Zeeland hebben. En verder hebben we een heel uitgebreid, zoals ze dat noemen, onderliggend wegennet. Dus heel veel 80 kilometer wegen, 60 kilometer wegen. En dat heeft heel veel consequenties voor verkeersonveiligheid. Het mooie is hier, ze staat aan de komst van die kant, dan kunnen ze zien ze je te laat. Dus je kunt je controleren op alcohol of gordels of wat dan ook. En de andere kant is weer een heel lang rechtstuk. En dan kan je heel makkelijk lezen. Hè? Statistisch onderzoek heeft uitgewezen dat met name op dat soort wegen de kans op een ernstig ongeval toch vrij groot is. Wat je ook ziet is dat mensen vaak gehaast zijn op dat soort wegen. Er zijn veel inhaalverboden die natuurlijk ook niet altijd door mensen gerespecteerd worden. En dan zie je toch vaak dat ongevallen op dat soort wegen vrij ernstige gevolgen hebben. 122. Tja, en 122 waar je 60 mag.
Dat is best een beetje veel. We zijn bezig met snelheidscontrole. Ja. De snelheid die toegestaan is 60 km. Ja. Dit is de snelheid die erin heeft. 22 km per uur. Ah, oh, sorry. Ik moet je rijbewijs in voor je. Rijbewijs komt. Ja. Ja, u heeft echt veel te hard gereden. Ja, het is geen kleine overtreding. Ik bedoel, 60 is toegestaan en 122. Ja, hier op die weg. Ja, maar 122 is geen snelheid. Enig idee wat er nu bovenaan de lijst staat? Nou, wat ik wel merk is dat we nog meer dan tot nu toe verkeershandhavend op moeten treden. En ook preventief in die 30 kilometer zones. En daar gaan we ook de komende tijd heel veel tijd en energie aan besteden. Nou, dat betekent dat er in Zeeland heel veel klachten komen over locaties waar mensen ervaren dat er veel te hard gereden wordt. Bijvoorbeeld schoolroutes of waar mensen naar hun werk toe gaan. Dus het is een stukje onveiligheidsgevoel wat er bij de mensen speelt. Dan gaan we ter plekke bekijken hoe de situatie is. Wij hebben hier bij de verkeersgroep Zeeland hebben wij twee meetkastjes. Die hangen we dan op. Vervolgens kunnen we uitlezen hoeveel verkeer er langskomt, tussen welke tijdstippen het komt en wat de snelheden zijn. Als we daar duidelijkheid in hebben en blijkt dus uit die gegevens dat er te hard wordt gereden, dan gaan we actie ondernemen en dan gaan we handhaven. We gaan eerst waarschuwend optreden, mensen op de hoogte stellen waarom wij deze actie uitvoeren. Ze krijgen van ons in Zeeland in ieder geval een folder mee waarin precies staat wat het doel is van de actie. Als dat voorbij is, dan gaan we echt controleren. Dat doen we met de lasergun, dat mensen ook daadwerkelijk zien dat wij aan het controleren zijn. En dan gaan we vervolgens de radarauto inzetten om te zorgen dat de mensen inderdaad niet meer in het oude gedrag terechtkomen. Dat ze weer harder gaan rijden als die 30 km per uur. Het is ook echt dat mensen het ontzettend fijn vinden dat er eindelijk wat aan hun probleem gedaan wordt. En of dat nou een groot probleem is of een klein probleem, dat is voor hun natuurlijk niet zo belangrijk. Maar er wordt wat aan gedaan. Nou, wat ik zie aan mijn dienders is dat ze misschien wel primair bezig lijken te zijn met de verkeersveiligheid, maar waar ze uiteindelijk mee bezig zijn, is zorgen dat de Zeeuwse samenleving veiliger wordt. En we weten dat 2 mensen per dag 's ochtends gezond van huis vertrekken en 's avonds niet meer terugkeren omdat ze slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval. En in die zin vind ik het ook soms jammer dat er heel negatief over die mensen gedaan wordt, omdat ik ervan overtuigd ben dat in die ene Zeeuwse politieman of vrouw 's ochtends uit bed opstaat en denkt van, nou ga ik die Zeeuwse burger weer eens dwars zitten. Ze zijn allemaal bezig met maar één ding, en dat is een bijdrage leveren aan een veiliger Zeeuwse samenleving.